Iedereen kan toch wel eens iets vergeten? Al die regels van jullie gaan ook zo snel. Als je met je ogen knippert, is er weer een nieuwe. Wat is los, Wolfgang? Schwer zu sehen, Hauptschirmführer. Nein, nein, nicht so gut, Wolfgang. Bleib hier. Jawohl, Hauptschirmführer. Het is toch logisch dat je dan de kluts krijgt? Du sollst den Mund halten. Goedendag, meine Herren. Fräulein. Probleme? Diese Jüdin trägt keinen Stern auf ihrer Kleidung. Ach so, wirklich? Was ist der Grund? Weil sie ihn vergessen hat. Vergessen? Das ist ihre Erklärung. Aber das ist eine Sache der Ordnungspolizei und nicht der SS. Seien Sie nicht dumm, Herr Kommandant. Und geben Sie die Papiere. Die Ostfront scheint so weit weg, könnte aber ganz nah sein. Ich glaube, wir verstehen uns. Waar ging jij naartoe? Boodschappen doen, in het dorp. Gestolen? Nee, eerlijk gekregen. Nee, gestolen. Waarom doet u dit? Ik heb toch niks verkeerd gedaan? Abführen. Wat is dit voor onzin? Wat heb ik nou gedaan? Ja, oh, oh, stop, wacht even. Die bon heeft ze van mij gehad. Ze is ons dienstmeisje thuis. Daar zijn ze. Hauswijs. Ik ben Hans Hallerbach, Volksdeutscher. Hallerbach. Zoon is Assen Hallerbach, hier im Dorf. Ja, en ik zou graag de verantwoordelijkheid hiervoor willen nemen. Wij hadden haar weggestuurd voor boodschappen, maar ze had glad vergeten dat ze een stem moest dragen. Mijn verontschuldiging hiervoor. Ik zou u voor dit ongemak kunnen compenseren. Mijn vader heeft een ruim gevulde drankkelder. Ik kan kijken of er iets voor u en uw mannen tussen zit. Ja, ja, Hauptsturmführer, Ewald Kurz. Als blijk van waardering, ja, Hauptsturmführer. Waarvoor zeg je niet meteen dat je voor hen werkt? Blöde Judenzaal. En jullie? Weet je er wel zeker om Joden in dienst te nemen? Waarom geen Duitsen? Of de Holländischen? Ze zijn er veel beter. De Krieg, ja, Hauptsturmführer. Billiger. Na goed, weiter gehen. Vielen Dank, Hauptsturmführer. Das ist alles, Herr Hauptsturmführer. Sie glauben das? Das ist eine Sache für die SS, Herr Kommandant. Nicht die Ordnungspolizei. Auf Wiedersehen.